Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer vrijdag 28 juni en we leven om 10:40. Frodo is nog aan het eten. Eeuwin is gelukkig weer aan het eten, want ze liet het niet een keer meer staan, maar ze moet toch wel eten. Ik ben zelf dom geweest. Ik had vergeten een brood uit de vriezer te halen, dus ik heb geen eten, maar ik heb wel een koffie. En Rebecca die zit buiten eventjes te roken. Die heeft thee staan. Dus ja, komt allemaal goed. Ik heb de dingen al klaarstaan voor de huisarts waar ik mee over praten moet. En die heb ik sowieso al mee. Daar moet ik ook over praten. Ja. En ik zal eventjes de andere batterijen pakken van mijn GoPro. Kan ik die ook laden. Vanwege morgen de Veteranendag. Dus ja, ik heb het weer druk. Gelukkig komt Astrid dit keer niet. Want die heeft zelf ook druk, dus ja, ik kan doorgaan met mijn werkzaamheden. Zij kan dat doen. Vanavond krijg ik ook nog eens een keer visite, nog van vorige week zondag, mijn verjaardag. Dus ja, al met al een drukke dag. En ik moet dus eerst om 12:30 bij de fysio wezen. En dan om 2:00 pas bij de huisarts. Maar ja, we zullen beleven. Misschien kan ik eerder geholpen worden. Dat zien we dan wel weer. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Het is hier bewolkt weer en het zou stapelbewolking wezen. Of tenminste stapelwolken en de zon. Maar geen zon en geen stapelwolken, nee, bewolking. Het is echt dicht. Dus, maar oké, lieve vrienden, ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ik ben alweer geruime tijd dus thuis. Ik had dat jullie ook al wel verteld. Ik kwam tot de ontdekking dat Karin en Roderick het een en het ander vergeten was wat hier nog lag voor hun. Hun waren het vergeten, ik was het vergeten. Dus dat moet ik allemaal nog bij elkaar zien te schrapen en in één tas proberen te houden. Ik hoef enkel deze camera mee te nemen. De GoPro laat ik thuis. Is niet nodig. Dus ik zal het even bekijken hoe ik het allemaal in ga pakken. Want mijn handtas, tenminste mijn schoudertas mee. Moet zoveel mee. Ja. Er lag nog wat. Nou, dat moet weer heel voorzichtig behandeld worden. Dus ja, ook mijn cameratas moet dan mee. Omdat het daar dan even in moet. Omdat het voorzichtig moet. Nou, daar is het voorzichtig in. Dat is breekbaar. Kan kapot gaan. En in die cameratas gaat het niet kapot. Dus ja. En het is prachtig mooi weer geworden bij Rempel. Het zonnetje schijnt. Dus we zijn weer blij. Toppie. Wat jou? Ja, doe maar. Hij wil even wat opeten. Even geduld. Ik kom zo weer terug bij jullie. Ja, jij mag dat hebben. Ze laat het staan. Ze zit in orde, hè? Ja. Oh, goed hier. Dan doe jij wel weg. Doe maar. Doe hier water in de bokketaar. Zo. Ja, Eeuwin die laat haar eten staan. Want ze is niet in orde. Nou, en voor het verkeerd wordt met dit weer, heb ik het aan Frodo gegeven. Hé, man? En daar even water in. En dan kan dat even weken. Zo. Hoppata. Zo. Ik weet ook niet eens waar mijn meisje is. We gaan dus even op onderzoek uit waar ze is. Nou, hier is ze. Hé meisje. Had je geen zin meer? Ja, wat voor tikkie. Kandalf, ja, die is ook nog achter de deur. Want die had ook eten gekregen. Dus ja, kijk of die het op heeft. Ja, nou, ja, er zit ook nog wat in. En ook nog wat op de grond. Oh. Dan zullen we dat even meenemen. En dan kan Frodo dat ook weer krijgen. Vrouwtje heeft nog meer voor je. Ja, vrouwtje heeft nog meer voor je. Hé, kerel. Vrouwtje heeft nog meer voor je. Nou. Alsjeblieft. Ja, want met dit weer weet men nooit, het kan zomaar verkeerd worden. Dus dan maar aan Frodo geven, hè? En je bent nou toch dik zat. Ja, simpel zat. Dat, ja, lieve vrienden, dat ik ga hier verder aan het werk. Het is momenteel, ja, hier staat wat, daar hangt wat en daar ligt wat. Omdat ik het allemaal bij elkaar zoek en dan moet het ingepakt worden voor morgen. En ja, ik krijg dus van om 6:44 moet klaarstaan, hè, hier. Ja, want dan komt er een taxi. En die brengt mij naar Amsterdam Sloterdijk. Dan krijg ik de Intercity richting Den Haag de Centraal. Nee, geen Schiphol. Ah, nee, gelukkig niet. Daar ben ik blij om. Dus ja, dat is maar weer zien hoe we dat morgen allemaal hebben. En ik hoop op een leuke rit met een leuke chauffeur die een beetje van lachen houdt. Want dan kom je het meeste mee, hè, met lachen. Ja, blijf altijd met lachen, want dat is gezond, zeggen ze. Hé, Eeuwin? Ja, nou, die traantjes in de oogjes. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ik heb een tasje volgeladen, vol met spullen. Dat is van Karin en Roderick, dus dat word ik wel weer lichter. Het zijn allemaal schuursponsjes. Waarom schuursponsjes? Nou, deze zijn heel goedkoop. En het zijn hele grote pakken, want tenminste grote pakken. Ja, de pakken zijn groot, maar er zitten 2 rijen schuursponsjes in. En het komt bij Big Bazaar vandaan en bij hun is die er niet meer. Ja, zou die opgedoekt worden. Dus Karin die vroeg aan mij, wilt maar wel even dat voor mij halen. Nou, dat heb ik dus gedaan. Maar dan vergeet ze het mee te nemen en ik vergat het ook. Dus, nou, dat is gewoon mijn tas. Daaronder zie je weer wat zwart, waar mijn hand nou op tikt. Dat is de cameratas. Dan heb ik in de koelkast 2 thermoskannen met water in een koel. Het is een eigen tas, daar zit het in. Dan heb ik nog brood alweer klaargemaakt. Dus ja, en dan krijg ik vanavond nog visite. Dit was ik zometeen even op de hand af. Dat is voor de diertjes. Zo, en dat blijft gewoon staan voor in de vaatwasser. Die kan wel even dicht. Zo. Hebben we dat ook weer gedaan? Ik weet niet waar Frodo is. Gaan we even zoeken naar Frodo. Oh, daar legt hij. Onder de computer. Ja, ja, tenminste onder mijn bureau. Mijn oortje, die moet ik ook weer even opladen. Mijn mobiel, die legt aan de lader. Dus deze ook even op tafel neerleggen. Deze is van mijn cameratas. Aan de kant, aan de weerskanten van die cameratas zit klittenband. En dit is ruw, dat plakt er dan tegenaan. Dan kun je vakjes maken. Maar ja, het kan eruit, want je kunt het vakje ook groter maken voor iets anders. Dat je een fotocamera hebt, bij wijze van spreken. Die is groter. Zo groter. Dus ja, komt allemaal goed. Die heb ik nou niet nodig.nl. De lamp heb ik niet nodig.nl. Het is, ja, nou die hangt aan de lader. En die ligt vannacht alweer aan de lader. Die is nou 99 vol, dus komt goed. En ja, ik zet die tasje even naar de kant. Zodat iedereen fatsoenlijk, ja, die moet dus op de booster. Hij is trouwens niet zwaar hoor. Hij lijkt zwaar, maar als ik hem met 2 vingers op kan tillen, dan is dat niet zwaar. Zo. Die laat ik daar gewoon staan. Mijn sleutels, die moeten in mijn jaszak. Kijk, en ik heb visitekaartjes. Ja, ja, ik heb visitekaartjes. Ik krijg vanavond dus visite. En die visite krijgt dat al. Ik zal het jullie even laten zien. Ja. Die, ik heb een heel doosje mee. Kijk, morgen uitdelen. Deze krijgt bezoek die vanavond komt. En dat is Wilma met haar vriend, zo, dan kunnen jullie mij weer zien. Ja, die komen vanavond en die krijgen allebei een kaartje, dus leuk! Ja. Nou, lieve vrienden, ik ga even snel verder aan deze kant. Ik weet niet eens hoe laat het is. Oh, valt me mee. Ik ga de computer aan doen en ik ga nog een vlog renderen, ja. Dan is dat ook maar weer gebeurd. Dat is nummertje 2 van Karin haar operatie. Ja. Ik dacht dat ik wat zag, maar nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag, want zoals jullie zien, het is prachtig maar weer. Of niet dan? Ja, vind ik van wel. Ook aan de voorkant, zonnetje schijnt, de lucht is blauw en nee, de Teletubbies die komen niet gauw. Nee. Ja. Zo blauw. Wauw. Ja, geweldig. Of niet dan? Vind ik van wel. Ja, zeker te weten. Nou, doei dokies.